Ik heb dat dus nu weer gedaan. En dan krijg ik echt in dat ene gat. Even afwachten dus. Maar ja, als het te laat wordt, dan gaat het hem gewoon niet meer worden. Goedemorgen deze donderdag. We gaan weer naar school. As usual. Ik ben mijn spullen aan het pakken. Ik heb de tas al klaar. Mila is er ook al. Mijn meid is al bezig met mijn fiets. Die zet altijd mijn fiets klaar samen. Vind ik helemaal geweldig. En dan kunnen we gaan. Boodschapjes zijn gedaan. Nou, door alle chaos naar huis zien te komen. Want daar zijn ze met de weg bezig. Daar zijn ze weer met internetkabels bezig. Daar zijn ze weer met iets anders bezig. Echt, overal is wat. Dus het is echt slaap om maar door alle dingen heen om te proberen thuis te komen. Maar goed, kom maar vanzelf. Oh, en die fiets is zo volbeladen. Dus ik fiets sowieso al echt zwaar. En op een gestripte weg fietst het ook al niet lekker. Nou, goed voor de conditie, zeggen we dan maar. Oh. Ik heb dat dus nu weer gedaan. Een tas voor de koelkast en de andere tas voor dingen niet in de koelkast. En dat is mega fijn, want het ruimt heel snel alles op. Dan kan je het zo allemaal in één keer achter elkaar inleggen. En daar hou ik van. Ik zal het voor je tijd maar één keer gebruiken. En dan gebruik ik het liefst heel nuttig. Ik ben begonnen de kast waar ik gisteren mee bezig was helemaal leeg te halen. En we hebben zoveel elke keer uit de kast opgehaald. En er komt er nog zoveel zooi uit. Maar toen bedacht ik me net, omdat ik heel moeilijk aan het doen was elke keer van met uitzoeken. Ik zoek uit wat ik per se wil houden. Dat zet ik in de kast. Sarah doet hetzelfde. En Marco dan ook, dat weten ze allebei trouwens nog niet, maar dat gaan we wel doen. En de rest laten we staan, want ik krijg dadelijk een nieuwe kast. Dus deze moet sowieso leeg en weg. Die andere is breder en dat komt beter uit qua ruimte en alles. En daar heb ik heel veel zin in, maar deze moet dus sowieso leeg. En ik denk, nou, dan hebben we echt alles sowieso één voor één in onze handen en... Er gaat letterlijk geen disc, geen dingetje terug voordat het door iemand is bevestigd van dit is wel echt iets wat we willen houden. En ik denk dat dat echt wel een goede manier gaat zijn om het echt goed uit te zoeken. Alleen heb ik dan natuurlijk nu nog alle apparatuur staan, maar dit staat er zo raar naast. En dat wordt dus ook anders, omdat dit reservoir dus, of de tv-kast van die, tot net bij die muur komt. Maar er is net een paar centimeter over dat we wel bij het stopcontact kunnen, dus... Daar ben ik helemaal blij mee. De bezorgafspraak, die is trouwens precies vanaf net voordat ik naar school moet tot net na. Was nog wel een dingetje, want ze hadden dus gestuurd van je moet je telefoonnummer invullen en dan bellen ze om een afspraak te maken. En toen kreeg ik opeens een mail, hij wordt dus zo en zo laat bezorgd. Maar hij komt tussen 10:50 en 10:50. Nou, lekker handig, want dat is precies natuurlijk dat ik ook Sarah uit school op moet halen. Dus ik had het aan de mama's, we hebben een groepsapp, dus ik had het gezegd en gelukkig kan een van hun anders Sarah opvangen. Dus Sarah al gezegd van joh, als ik er niet sta, loop even naar Nadine, dan brengt Nadine je thuis. En ze is daar gelukkig heel makkelijk in, die altijd al, weet je, als ze een vriendinnetje uit school heeft en ze gaat mee. Soms moeten ouders echt naar het schoolplein komen, omdat ze dan niet zomaar mee willen of dat ze dat spannend vinden. Nou, Sarah niet, die heeft echt zoiets, oké. Dus en plus Nadine kennen we natuurlijk gewoon heel goed ondertussen. Dus die kennen we al jaren nu. Oh, grappig om dat nu te kunnen zeggen. Dus weet je, en dat is echt gewoon perfect. Maar ik baal wel dat het dan zo moet, want dan wordt er iets gezegd. Maar dan is het in de praktijk niet zo. Dan denk ik, geef ze dan gewoon aan, we geven een tijd. Maar zeg niet, we gaan een afspraak maken en dan geven een dag aan dat bezorgd kan worden.
En dan krijg je uiteindelijk toch een tijd. Terwijl ik had vandaag juist gekozen omdat ik heel veel tijd kon. Ik kon echt van 9 uur 's ochtends tot 2:30, zeg maar, sowieso. En dan, als ik ze uit school had opgehaald, eigenlijk ook de rest van de dag. En dan krijg ik echt in dat ene gat, wat ik niet kan, krijg ik gewoon een afspraak aangewezen. Dat ik echt denk, ja. Het is maar goed dat ik alles geregeld heb, want ik had nu de deur uit moeten gaan. Maar nog geen bezorger, dus ja. Ah, Sarah is net thuisgebracht en we hebben... Bodhi! Want het is... Bodhi time! Ja, Bodhi time! Oh. Cutie pie! Nee. Look, laat hem maar, laat hem maar. Hij komt vanzelf alweer. Komt helemaal goed. Ah, je bent lief, hè? Luc vindt hem zo geweldig, hè? Ik hou van konijnen. Ik hou ook van dieren. Ja, ik hou ook zo van konijntjes. Ik heb maar één. De konijntjes zijn zo lief. Hij komt vanzelf weer. Dan ga je lekker op de bank naast hem liggen. Dan ga je gewoon naast hem knuffelen. Ik baal wel een beetje. We zouden die kast in elkaar zetten. Maar Mark was al niet helemaal klaar met zijn werk. En die is dus nu terug. Dus nu staat al die rommel er. Waarschijnlijk nog voor niks. En we hadden ook hier gegeten. Want ik had al die dingen natuurlijk op de tafel gezet. Dus nu maar hopen dat hij een beetje bij tijd terug is. Want dan kunnen we die kast nog in elkaar zetten. Maar even afwachten dus. Maar ja, als het te laat wordt, dan gaat het hem gewoon niet meer worden. Jee, we gaan de kast in elkaar zetten. Oh, mijn beeld doet een beetje raar, maar oh, ik ben echt blij. Oh, ik wil de ander nu zo graag weg. Dus hier heb ik zin in. En mijn beeld doet echt heel vreemd. Jij zo vast, ja, dat wil ik zeggen. In deze. Ja, de kleintjes. Altijd heb dit systeem. Ja, we hebben alle kasten zo in. Bij zulke soort kasten in ieder geval. Vergeet niet dat ik ook heel veel kasten in elkaar gezet in huis. En deze ook een beetje breed in mijn eentje. En dan moet de beest er ook in. Nee. Deze moet ik hem alleen even. Zijn we nog wel goed? Dan kunnen deze er in doen. Nou, dat kan zo. Kan jij dan zo doen? Dat was ik wel. Even kijken hoor. Maar daar staan er 2. Dat is nu 4 graden. Dit is dan de winst. Van de achterkant aan het vastzetten. En ik ben pas nu alles aan het uitzetten en de laatste dingen aan het opruimen. We gaan hem niet afkrijgen. Dus dat ga ik morgen doen als samen schoongebracht. En voor nu wil ik even vast de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even abonneren. Dan zie ik je morgen. Doei doei!